Hallo, ik ben Karin van Koken met Karin en van het antipakjes kookboek zonder pakjes en zakjes. Maar vandaag gaan we iets maken wat niet in het boek staat, wat wel vaak kant-en-klaar gekocht wordt, maar wat je veel lekkerder zelf kunt maken. En dat is een Sinterklaas lekkernij, speciaal voor pakjesavond, antipakjesavond. Gevulde speculaas. Nou, wat gaat erin? We gaan zelf spijs maken. Nou, daar heb je voor nodig eigenlijk vooral suiker en amandelen. En in de deeg gaat bloem en ook weer suiker en een beetje ei. En natuurlijk, niet te vergeten, speculaaskruiden. Aan de slag. Nou, je hebt wel een keukenmachine nodig. En daarin gaan we de amandelen eerst fijn malen. Goedkope spijs, daar zit vaak helemaal geen amandelen in. Het is alleen maar een soort gemalen bonen. Maar wij gaan natuurlijk wel het echte werk doen vandaag. Nou, deze gaan we fijn malen. En als hij zo fijn is, mag de rest erbij. Dit waren 150 gram amandelen, dezelfde hoeveelheid kristalsuiker. De rasp van 1 citroen. Je hebt een fijne rasp nodig. En denk erom, rasp alleen het geel van de citroen. Niet dat beetje wittige wat eronder zit, want dat is bitter. Dan gaan er nog 2 kleine eitjes door. Of nou ja, eigenlijk niet helemaal. Ongeveer 1,5 klein eitje. Even loskloppen. Gaat er bijna helemaal bij. Hou nog ongeveer dit beetje over. Ik leg straks uit waarom. En er gaan nog 2 eetlepels water bij, koud water. En dan zet je de machine weer aan. Het hoeft niet heel lang te malen, gewoon net zo lang tot het een mooie smeuïge massa is. Zoiets als dit. En als het niet smeuïg genoeg is, doe je er nog een heel klein scheutje water bij. Nu gaan we een deeg maken. Wat gaat erin? Bloem. 250 gram bloem, een beetje zout, gewoon een snufje en ongeveer 3 theelepels bakpoeder. Het beste is om die altijd even te zeven. Dan gaat er de halve hoeveelheid basterdsuiker in, dus 125 gram, lichtbruine basterdsuiker. Dan gaat er 175 gram boter bij en het gaat ook weer het makkelijkst als je die even een beetje in stukjes verdeeld. En niet te vergeten, speculaaskruiden. We hebben echt een flinke eetlepel nodig. En nu de machine weer aanzetten. En als het deeg goed geklonterd is, dan is het goed. Nu haal je het eruit. En maak je er even met de handen een bal van. Het is een vrij zacht, soepel deeg. Verdeel nu het deeg in 2 gelijke stukken. En dan heb je nu ineens 2 deegballen. Bovenkant, onderkant. Of andersom. Nou, we gaan het deeg uitrollen, maar het plakt. Dus het makkelijkste is om dat te doen op bakpapier. Vier erop. Deze is voor straks. Smeer de deegrollen in met een beetje bloem. Want nogmaals, het plakt. Een rondje maken, een vierkantje, een ovaaltje, maar ik ga proberen een hart te maken. Hij moet ongeveer iets tussen een halve en 3/4 centimeter dik zijn. Dan leg je er eentje op de bakplaat met papier en al. En nu gaan we de spijs erop doen, maar laat 1 centimeter aan de rand vrij. Als je je hart voor met de ene ietsje groter is dan de andere, doe dan de kleinste onderop. Werkt het beste. Nu pak je de tweede, draai om. En nu is het een kwestie van de randjes gewoon heel goed dicht boetseren. Het is wel leuk om nog wat losse amandelen bovenop te doen. En dan de hele boel nog even insmeren met losgeklopt ei. En dat hadden we nog, daar gaat hij mooi van glimmen. En nu mag hij een half uurtje in de oven. Voorverwarmde oven, 175 graden. Dit is hem. Nou, leg hem even op een rooster. Dan kan hij even goed afkoelen. En dan kan hij helemaal koud is aansnijden. Nou, hij is klaar. Laat Sinterklaas maar komen voor een heerlijke antipakjesavond. Nou, heb je nou de smaak te pakken en wil je meer dingen zelf maken die je anders kant-en-klaar koopt? Kijk dan in mijn boek Koken met Karin zonder pakjes en zakjes.